Ook een Belgische trein met passagiers voor Antwerpen mag niet weg. Ik snap er zeker niets van. Ik weet niet wat er aan de hand is. Wij zijn van het Belgisch treinpersoneel en wij worden gegijzeld als het ware. En als we de mensen willen meenemen voor een goede zaak, de trein rijdt toch naar België, waarom kunnen we dan geen mensen meenemen? En ineens zetten ze het sein dicht en dan kunnen we niet naar huis. De Belgen bedenken een list, de aloude schoolreisjes-truc. Iedereen moet van de bank en op de grond gaan zitten of liggen, want dan lijkt de trein van buitenaf leeg. De Belgische conducteur doet alsof hij dagelijks zo reist. Maar de passagiers weten niet wat hen overkomt. We're gonna write a book about this trip. I want to get to Belgium. I only have a week left for my trip and I really want to see more countries. I don't want to be stuck in Rosenwald. Maar de Belgische truc wordt te doorzien. De stakers laten de trein niet vertrekken. De passagiers moeten uitstappen en worden per bus naar België vervoerd.